Robert, Suzanne, jullie hebben net de laatste training voor de derby gehad. Dat sluit dan af met een met heel mooi vuurwerk, harde knallen. Wat doet dat met je? Ja, dat brengt altijd kippenvel met zich mee. Ik bedoel, dit zijn de potjes waar je het voor doet. En dat merk je al de hele week, daar gaat het leven. Ja, zo'n donderdagavond, dan merk je al de drukte op het sportpark. De drukte tijdens de training. En dan zie je het even voor negenen echt volstromen. Ja, en dan een geweldige vuurwerkshow. Dat is alleen maar mooi en dat tekent alleen maar hoe het hier leeft. Bezorgt dat kippenvel bij jou? Ja, tuurlijk. Dat is toch mooi. Dat vind ik prachtig. En dan kan je oud zijn, dan kan je ook dingen meegemaakt. Maar dit blijft speciaal. Ja, want het is niet de eerste derby Katwijk-Kwikbos die jij speelt. Nee, mijn derde. Pas één seizoen hebben we hem gespeeld. Dus het blijft ook voor mij speciaal. Maar ik denk dit soort wedstrijden blijven speciaal. Heb je hem 20 keer gespeeld. Dit blijven de potjes. Je hebt de vorige seizoen in de tweede divisie ook Rijnsburgse Boys gehad. Dus op zich ook een derby. Maar is dat anders dan deze waar je nu naartoe leeft? Ja, tuurlijk. Ik heb toen altijd al gezegd, niks is te vergelijken met Kwikbos. En Kwikbos is de mooiste. Dit is natuurlijk een dorpsruzie. Alle supporters zijn vrienden van elkaar, familie van elkaar, noem het maar op, behalve op zaterdag. En dan is dit geweldig dat je deze wedstrijd mag spelen. Het zijn ook een beetje woorden van Willem van Zuilen die je nou zegt. Hè? Ze trouwen met elkaar, ze werken met elkaar. Ja, Willem en ik liggen vaak op één lijn. Ja, vandaag de laatste training gehad. Er is ook wel wat te doen rondom deze derby. Want de supporters van Kwikbos die blijven waarschijnlijk, of tenminste een groot deel blijft thuis vanwege die buscombi. Hoe kijk je daarnaar? Ja, het is allemaal zonde. Dit soort wedstrijden wil je op een vol huis spelen. En dat het misschien niet zo is dat zij zo. Maar die wedstrijd blijft mooi. Dus het is zonde allemaal, al die randzaken. Maar ik hou me er ook niet te veel mee bezig. Nee, is dat maar beter dat je er niet mee bezighoudt en gewoon op voetbal focust en hopen dat er toch wel genoeg supporters aankomen? Ja, dat is het. Daar moet je op hopen. En aan ons de taak om het binnen de lijnen te regelen. En daarbuiten, daar zijn andere mensen voor. Ik blijf gefocust op binnen de lijnen. Kwikbos, jullie hebben een hele goede start gehad. Kwikbos, moi. Wat denk je wat het binnen de lijnen gaat worden? Het zegt helemaal niks. Het is echt de sfeer, de entourage. Dit is een wedstrijd op zich. Ranglijsten tellen niet. En dat meen ik echt. Ik denk een paar jaar geleden toen wij met Overmacht kampioen werden in de hoofdklasse. Toen hadden we het ook gewoon enorm lastig hier thuis tegen Kwikbos. Waarbij Kwikbos gewoon de betere was. En dat zegt genoeg. Ik denk dat het zaterdag een mooie pot gaat worden. En dan maakt het niet uit of jullie meer supporters achter je hebben staan of Kwikbos. Nou ja, het zal ongetwijfeld helpen. Ik bedoel, als de meerderheid van het sportpark ons helpen, dan zal dat wel. Maar aan de andere kant, ik vind het ook altijd wel lekker om in het Hol van de Leeuw te spelen, hoor. Dus het telt niet zoveel.